De opening van de expositie was zondag en werd gedaan door Ad Himmelreich. En ik mag deze bijzondere tentoonstelling openen met wat woorden over het werk van de drie hier gepresenteerde kunstenaars. Het idee voor deze expositie ontstond al eerder, toch wordt de expositie nu pas gehouden. Het idee ontstond door een toevallige ontmoeting met de vrouw van Gijs Gijsbers. Omdat Gijs vroegtijdig is overleden. Hij is met 40 jaar verongelukt. En hij maakte zo'n prachtig werk en hij was een veelbelovend kunstenaar. En ik dacht, daar moeten we eens een tentoonstelling van maken van dat werk. En was eigenlijk min of meer afgesproken. Maar toen kwam corona en is het eigenlijk een beetje op een zijspoor geraakt. En na corona kwam ik de vrouw van Appie Drielsma tegen, Gemma Serpenti. En ook toen zei ik, laten we daar eens een tentoonstelling van maken van het werk van Appie. Daar was ze heel erg enthousiast over, dus dat was al een tweemanschap. En daarna heb ik zelf het idee opgevat om Jeff Wishoop erbij te halen, omdat die drie mensen met elkaar bevriend waren. En zo is het eigenlijk ontstaan. Het is niet zo raar dat het museum juist bij Ad is uitgekomen. Hij heeft zich verdiept in de drie kunstenaars en had met twee zelfs vroeger contact. Hij is niet verbaasd dat de expositie in Valkenburg wordt gehouden. Valkenburg is dé plek geworden waar Limburgse kunst getoond wordt. Dus kunst die gemaakt is hier in deze regio. En dat is een uniek verhaal, moet ik zeggen. Ik ben er eigenlijk gewoon plaatsvervangend trots op. Dat er is. Bijna iedere provincie heeft wel zo'n plek, maar in Limburg heeft dat op een of andere manier een moeizaam verhaal gebleken. Daar kun je een heel verhaal over vertellen. Misschien heeft het te maken met het verleden van kerk en gezag enzovoorts, waar men vanaf wil. Maar die generaties die zijn altijd een beetje ondergeschoven geraakt in het grote verhaal, zullen we maar zeggen. Er staan verschillende werken opgesteld van de drie kunstenaars. Van schilderijen tot vele verschillende beelden van Appie Drielsma. Drielsma is ook de maker van de memorialdeuren van de synagoge in Meersen. Appie Drielsma die werkt in ook in verschillende materialen, maar met name gewoon metaal. Dus zeggen brons en in dit geval aluminium. Aluminium ook, was in de jaren 70, dat zag je ook gewoon bij Jeff Wishoop. Opeens gewoon ontdekt als een materiaal waar je ook sieraden mee kon maken, maar ook beelden. Wat dit natuurlijk zo typisch maakt, is dat we maskers zien die ongeveer als het ware uit een soort wand komen, zullen we daar los uitmaken, met letters daaromheen, als zo'n wand van teksten. De tentoonstelling is te zien tot 21 januari en u kunt binnenlopen van 1 tot 5 van dinsdag tot en met zondag.